Zoals je het nooit ziet. Nou, het is weer bijna zomer en dat betekent dat voor veel mensen dat ze flink aan het watersporten gaan. En zo wordt kitesurfen steeds populairder en blijkbaar zijn Nederlanders daar behoorlijk goed in dat kitesurfen. Want de Nederlandse jongen staat op nummer 2 op de wereldranglijst en zijn zus staat bij de dames op nummer 5. En dat ze echt goed zijn bewijst dit fragment. Kijk. Or you're gonna get caught, cause we never rest, drop this on ya. We're the heaviest, you would never wanna. Toxic cause we come back to haunt ya. We're the heaviest, or you're gonna get caught, cause we never rest, drop this on ya. We're the heaviest, you would never wanna. Toxic cause we come back to haunt ya. That's the bottom line. Nou, dat zag er toch cool uit, vond je niet? En ze zit hier, dames en heren, Kevin en Jalou Lange, dames en heren. Hi, welkom. Welkom, welkom. Oh, ik zie die koppen van jullie en dan weet ik al, jullie zijn zo gezond, hè? Dat is ongelooflijk. Jullie liggen constant een beetje op stranden, in de zee. Ik ruik zelfs het zeewater nog. Ja? Oh, ja, dat is goed. Ik heb gisteren nog het water in geweest. Het water is nu heel smerig. Is het, oh ja? Het is net als een grote cappuccino, allemaal schuim op het water. Dus het rookt niet voor lekker. Dus ik hoop dat ik een beetje goed ruik nu wel. Oh, is dat een kwam op je hoofd of is dat je haar was? Nee, maar ik zeg, jullie zijn zo, dat zie je ook. Want jullie zijn, kijk, jij bent nummer 5 van de wereld. Nee, Jalou is nummer 5 bij de dames. Oh, ja? En ik sta tweede op de wereldranglijst bij de mannen. Haha, hij is beter dan jij. Nee, jij bent 18? Ja. En jij bent 19? Ja, ik ben 19. Dus dat is heel goed. En het is een wereldwijd ding, hè? Voornamelijk buitenlanders die natuurlijk volgens mij op dit niveau het ja, doen. Ja, ja, er zijn heel veel landen die meedoen aan de World Cup. Die komen uit Brazilië, uit Venezuela. Nou, noem het zo gek maar niet op. Ze komen echt overal vandaan. Maar Nederland doet het ook supergoed. Het is eigenlijk hoe best wel raar. We hebben al dat kut weer hier. Hoe kan dat dan? We hebben supergoede omstandigheden. We zijn een waterlandje, dus we hebben superveel water overal. Wij zijn alleen maar waterlandje omdat het regent 10 maanden per jaar. Ja, maar je kan toch niet, in de winter kan je toch niet? Liggen jullie dan ook in de zee? Nou, in de winter gaan we dan altijd naar Zuid-Afrika om te trainen, zeg maar. Omdat we dan ook... Heel vervelend. Heel vervelend. Ja, dat zijn de minpitten. Ja, dat is goed. Maar Nederland is zeker goed. Want het waait... Ja, misschien regent het wel veel, maar het waait wel heel vaak. Moet je er maar eens op gaan letten. Het waait echt... Ja, bijna iedere dag. En voor ons is dat natuurlijk wel eens goed. Voor de meeste mensen natuurlijk niet. Want je hangt dan achter zo'n vlieger dus eigenlijk. Hè? Dat is heel simpel. Ja, je hebt eigenlijk een hele grote vlieger. Oh, ja. Die hou je dus vast. En dan heb je een klein bordje onder je voeten. En door middel van de wind en de kite word je dus meegetrokken. En dan kan je dus allerlei trucjes doen. Wat fantastisch. En laten we eens kijken naar jou, Jalou. Want dat was jij daarnet, hè, die we zagen volgens mij. Ja. Laten we eens even naar jou kijken hoe jij dat doet. Ik kan misschien ook even overheen praten. Ja, hier, dit ben jij. Kijk. Ik dacht eerst, hang ze aan een helikopter of zoiets. Maar dat is gewoon een vlieger. En dan... ja. Ja. Waar word je nou op beoordeeld tijdens zo'n wedstrijd? Op je power. Dus het is, het is power en je stijl. Ze vinden het heel interessant dat je die vliegerlaag hebt. Dat is nu wat zij interessant vinden. En dat je zoveel mogelijk dingen, trucs dus laat zien in die 7 minuten dat jij op het water bent. We staan met z'n tweeën op het water en wordt beoordeeld door een jury en die bepaalt of je door bent of niet. Je kan ook best harde klappers maken volgens mij op het strand. Ja, maar dat maakt de sporten extra leuk. Kijk, als je weet dat je met één truc best wel hard kan vallen en je landt hem dus een keer, dan geeft dat zo'n kick. Dan zit je echt van, wow, dat is niet te beschrijven. Dat is gewoon zo'n kick om dan te landen. Ik denk dat ik ook best goed zou kunnen zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik hang het liefst dan, weet je, ik ben dan zo iemand, ik push the limits, hè. Ja. En jullie doen een beetje met zo'n vlieger. Ik wil gewoon achter zo'n Boeing 747 hangen. Ja, precies. Dat is mijn ding. Nou, het ziet er wel heel erg cool uit. Maar dus, reizen jullie ook de hele wereld over hiervoor? Ja, we reizen echt van Chili naar Brazilië. Ook veel in Europa, Frankrijk, Italië, eigenlijk overal naartoe. En eigenlijk altijd samen, dus we hebben altijd wel... Kan je ervan leven, een beetje van prijsgeld? Ja, ik kan er nu wel redelijk van leven. Kijk, het is natuurlijk geen vetpot helaas. Maar ik kan er zeker, ik kan nu de hele tour doen, zeg maar. En ik kan er 's winters van trainen, dus... Dat is wel te gek. En jij hebt binnenkort een wedstrijd waar je nummer 1 ter wereld, nummer 1 van de wereld kan worden, toch? Ja, precies. Nou, we kunnen nu dan gelijk staan, zeg maar. Dat is volgende maand in de Dominicaanse Republiek. Dat is zeg maar de 4e toerstop van het jaar. We hebben dus zeg maar 10 over de hele wereld. En dit wordt de 4e.
En ik ben vorige week teruggekomen uit Venezuela. Daar ging het best wel goed. Ik ben tweede geworden. Weer tweede? Ja, tweede. Ik wist toch dat eerste. Wanneer maak je die stap nou weer? Ik hoop die enige tweede dat je altijd maar bent. Dat, wie staat er op één? Dat is Aaron Hedlow. Dat is een homo. Die kan het niet. Nee. Fuck him. Uit Engeland. Uit Engeland? Ja. Uit Engeland? Engeland, ach, ja, onze buren. Zit eilandbewoner. Die kan je toch wel hebben? Ja, precies. Nou, ik ga hard trainen nu ik even in Nederland ben. En dan hoop ik hem zeker te gaan verslaan. En wanneer is het volgende evenement, volgende toernooi voor jullie? In juni. In juni? Ja. Want jij staat vijfde nu, hè? Ja, klopt. Vijfde. Ja. En ik zie jezelf nog terug. Kan je nog groeien? Kan je nog verder? Ja, ik kan zeker groeien. Ik heb Kevin naast me. Die doet het supergoed tweede. Dus ik kan heel veel van hem leren. Dus zeker weten. Oké, nou heel goed. En dus, wanneer is voor jou het volgende event? Voor mij in juli, begin juli. Ik skip er eentje omdat ik wat dingen moet doen voor sponsors. Dus, oké. Hey, ik vond het er cool uitzien, maar ik ga jullie even in de gaten houden. Maar als je er maar één bent, dan kom je terug, Kevin. Hè? Is goed. Ga jij zeker top drie, hè? Ja, hebben we het hier afgesproken? Maar jullie zien er zo gezond uit. Dat zie. Kijk, dat is het verschil tussen gewoon als je de hele dag in de zee ligt en de hele dag in een kut tv-studio zit. Ja. Dat is een verschil. Tegen de lamp aan te kijken. Nee, maar tegen die lamp aan te kijken. Ja. Misschien moet ik dat ook maar gaan doen wat jullie doen. Ik vond het hartstikke leuk. Geef ze een applaus. Kevin en Jeroen, dames en heren.